in de categorie Sportvrouw van het jaar 2019. Deze verdedigster kom je niet voorbij. Irene van den Assem. Zij heeft niks met comfortzones. Nikki Vermeeles. Je moet erg lang zijn, wil ze niet over je heen kunnen springen. Tanita Hofmans. Voor 2010 speelde Irene bij Forward. Dat is opgegaan in HC Tilburg. Vanaf haar 20ste komt ze uit voor HC Den Bosch en recent ook voor Oranje. Nog geen 30 en dan al 7 keer landskampioen, 5 keer Europees kampioen en gekwalificeerd voor de Olympische Spelen 2020. Intensief trainen, dagelijks rekken en strekken. Sorry voor studie en sociaal leven. Spelen en winnen, dat is Irene. Nikki is uit Spartaans hout gesneden. Door modder, over versperringen, vuren, muren en in de touwen. 5 of 10 kilometer of een halve marathon. Niets is te gek. Nikki werd dit jaar kampioen Spartan Engeland-Ierland. Nikki gaat voor de Elite Heat, waarin de beste obstacle racers ter wereld zich met elkaar meten. Maar ook voor het oprichten van een eigen sportpraktijk om anderen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Tanita, 26, is al 20 jaar atlete. Haar specialiteit? Hoogspringen. Bij het NK Indoor haalde ze een derde plaats met 1,82 meter en vestigde hiermee haar nieuwe PR. Ook evenaarde ze hiermee het 22 jaar oude clubrecord. Het gevoel dat je over de lat zweeft is het lekkerste gevoel dat er is, zegt Tanita. Maar alleen als alles klopt, ieder detail, en dat vraagt het uiterste.